Ik zal de deur dicht doen. En dan zit het. Succes! Hoi! Zo, nu de sleutel vast. Gesloten. We zitten nu een half uurtje in het glazen café in Bornebroek. Hoe voelt het? Ja, weer bijna als thuiskomen. Nee, niet echt. Maar het is wel heel leuk om hier in de studio te zijn en radio te maken. Tot 12 uur vandaag gaan we met z'n vieren volhouden. En vervolgens krijgen we stinten of ploegendiensten van 3 uur de man. We zitten altijd met z'n tweeën bij elkaar en zo slippen we elkaar de uurtjes door. Van 3 uur, en hoe doen jullie dat met slapen en douchen, dat soort dingen? We hebben echt hier recht boven het café is een ruimte waar wij al onze slaapspullen hebben neergelegd en waar we ook slapen. En daar is ook douche, wc, dus daar kunnen we wel heen. Tussen de bouwhekken door, buiten kunnen we daar heen gaan om te slapen. Verder mag je niet? Nee, we zitten wel echt opgesloten. En voor de shakes, hebben jullie daar nog speciale dingen voor in huis gehaald? Want ze eten alleen maar shakes. Ja, ze krijgen alleen maar de shakes. Speciale dingen. Nou ja, goed, alles wat dus in een shake kan. Heel veel groenten, fruit, melkproducten. De jongens moeten natuurlijk wel vol kunnen houden. Dus, en dat staat allemaal klaar, ja. Hoe kunnen mensen geld doneren? Ja, dat kan op verschillende manieren. Wij maken hier natuurlijk radio en dan kun je verzoekjes aanvragen. Die kun je dit jaar indienen via sms of WhatsApp naar nummer 06 25 25 1590. En ook op Twitter en de Facebook en de website glazencafébonnebroek.nl staat uitgelegd hoe je kunt doneren. Maar dus ook via een verloting, via de veiling items kopen, meedoen met activiteiten. Zo steun je ons en samelen geld in. Contant geld, welkom. Ja, zeker. Je kunt hier bij de brievenbussen in de studio, zowel van buiten als in het café, kun je geld doneren, ook wel voor een verzoekje. Jullie doen ook belangeloos mee? Ja, want eigenlijk wel. Want van elke verkochte consumptie gaat 15 cent ook naar het glazen café Bornebroek. Dus, en in de voorbereidingen voor de jongens zijn ook de consumpties voor een groot deel gesponsord. Ja. En vorig jaar hadden jullie als goede doel Rode Kruis. Wat hebben jullie nu? Wij hebben dit jaar gekozen voor lokale doelen. Onder andere de AED's. De AED's heeft geen eigen vereniging of stichting daarachter zitten. En dat wordt eigenlijk door sponsoren altijd onderhouden en bekeken en bepaald. De RKSV Bornebroek is altijd wel een goede. Het jeugdkamp voor de RKSV en de Sint-Cecilia. En we hebben nog een aantal meer. En die zijn te vinden op onze Facebookpagina en op onze website glazencafébornebroek.nl. Vorig jaar was de opbrengst 12.000 euro, geloof ik. Wat verwachten jullie dit jaar? Ja, ik hoop dat we dat dit jaar natuurlijk zeker weer gaan halen, al dan niet meer. Want hoe meer geld we binnenhalen, hoe meer van die goede doelen we ook kunnen steunen. Het is helaas nog niet gezegd dat ieder goed doel geld krijgt. Dat is echt afhankelijk van hoeveel we op gaan halen. Er wordt ook een veiling gehouden. Daar hebben jullie al wat items voor aanwezig, waarop geboden kan worden. Wat heb je zoal? Ja, we hebben al een lijst van een goede 70 items voor de veiling. En dat gaat van spulletjes van FC Twente tot een kinderwagen van de BMW. En die worden ook allemaal belangeloos aangeboden door sponsoren. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Dus het staat ook allemaal op onze website. En wat hebben jullie nog meer voor acties? We hebben onder andere het biljart, een bingo voor de Stichting Ouderen Bornebroek. Live muziek vrijdagavond, zaterdag overdag een darttoernooi. Zaterdagavond is de grote veiling. Zondagmiddag hebben we nog een Hollandse middag met Edwin en Bert uit Almelo. Dus ja, dat gaat maar door. Dat is weer een vol programma. En als mensen de studio willen zien, waar kunnen ze dan naartoe? Daar kunnen ze naar Café Brokkie, Enterse straat 2 in Bornebroek.